Vandaag hebben we te gast Jan. En mijn naam is Rietje Barels. Vanuit het Klein Handelsgebouw in Sommelsdijk is dit de huiskamer. Volgens mij is een verslaving aan alcohol niet iets waarvan iemand ooit gedacht heeft. vanaf vandaag of volgende week, volgende maand. ga ik ervoor zorgen dat ik alcoholist word. Ik denk dat er heel veel andere oorzaken aan ten grondslag liggen. Welkom Jan. Dank je. Klopt dat een beetje wat ik zeg? Ja. ja hè? Niemand zo. denkt, ik ga, ik, ga, ik ga de rest van mijn leven als alcoholist door nee. doorbrengen. Niemand, niemand denkt ook opeens, ik ga roken als een ketter. Dat groeit. Ja. Dat met drinken ook zo. Nou. Ja. U heeft aangegeven dat u graag van tevoren, even voor ja. ik het gesprek met u ga beginnen, wat punten wil, wil voorlezen die van belang zijn voor de groep. Hartelijk dank, daar ga ik. Twaalf stappen. Kennismaking met anonieme alcoholisten. Anonieme alcoholisten is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk drankprobleem op te lossen en anderen daarbij te helpen. Het enige vereiste voor het AA-lidmaatschap is het oprechte verlangen om te op te houden met drinken. Er zijn geen geldelijke verplichtingen verbonden aan deelname. Wij voorzien in onze behoeften door eigen bijdrage van de aanwezigen. AA is niet gebonden aan enige sector, genootschap, politieke partij, organisatie of instelling en wendt zich niet te mengen in enige geschil. Alle AA-leden zijn anoniem en kennen van elkaar alleen de voornaam. Het zijn mensen van alle rangen en standen, van alle leeftijden, mannen en vrouwen. Zij werken als vrienden aan het drankprobleem. Met als enig doel om nuchter te blijven en andere alcoholisten te helpen nuchterheid te bereiken. Dankjewel. Duidelijk. Helder. Dan verbaast het me toch eigenlijk dat 1 november afgelopen jaar 2017 is er hier voor het eerst een bij AA bijeenkomst op het eiland geweest, op de ja. Overvlakke. Ja. En waarom verbaast me dat? Want ik heb begrepen dat er verhoudingsgewijs met de rest van Nederland hier ongelooflijk veel mensen zijn die te veel drinken. Een afgesloten gemeente destijds, gemeenschap destijds? Ja, gemeenschap, ja. Een afgesloten gemeenschap met, met ja, klopt, klopt, met verhoudingsgewijs, denk ik, ja, vrij veel alcohol- en drugsgebruik. Ja, veel, hè? Meer dan, meer dan landelijk, hè? Meer dan. Ik heb, als ik discussie, toen ik discussie begon met huisartsen over vlak zeiden ze allemaal, oh, dat is het Witte Eiland. Ja, Witte eiland, ja het Witte ja, Eiland, daar Witte heb eiland. ik me toen ook over verbaasd. Maar die alcohol, dat, dat begreep ik op een gegeven moment. Maar wit is dan ook alcohol? In de zin van. Uh, ja, de verslaving. Is een even zware verslaving. Ja, het ook is een even zware verslaving. Voor zover maar het wonderlijke ja. is dat iemand die aan wiet verslaafd is daar zeggen ze het als stom en tast je hersens aan of iemand die uh, verslaafd is aan sigaretten volgens mij is daar veel meer begrip voor en wordt er heel anders tegen aangekeken dan tegen een alcoholverslaafde. Heeft dat te maken met het veranderde gedrag? Het alcohol, uh, laten we zeggen, het alcoholgebruik is in Nederland natuurlijk ook, ook to do. Dat is, uh, het is algemeen gebruikelijk. Net zoals het roken en uh, het, uh, misschien het gebruiken van, van wiet ook wel. Dus al, het uh, gebruik van alcohol is algemeen aanvaard verhaal. Totdat? Uh, totdat het fout gaat. En totdat de gevolgen onderkend worden of moeten worden. Maar dan is het vaak te laat. Want dan is iemand verslaafd. Ja. En dan kun je niet stoppen. Maar is, dat geldt natuurlijk voor roken in dito. Maar dan hadden we het over, ja. het is een vrij gesloten gemeenschap, nog altijd hoor, Goeree Overvlakke, ja. best, best gesloten. Kunt u zich dan ook voorstellen dat mensen die verslaafd zijn aan alcohol denken, ik, ja hier nou op Goeree Overvlakke een, een, een punt, daar ga ik niet naartoe, want daar kennen ze me. Ik ben, wel, ik, iedereen kent iedereen hier, dus ik begrijp dat ze bijvoorbeeld liever naar... Helvoetsluis, Dordrecht, dat, Rotterdam, weet ik het gaan. Dat, dat kan ik me voorstellen. En die mensen die zijn er ook, gaan naar Helvoetsluis, gaan naar Rotterdam. Uh, nog niet bij ons in Dordrecht, maar dat, dat, dat klopt inderdaad. Mensen die zeggen, ik wil hier niet herkend worden. Dus ik ga elders toe. Maar uh, op zich is dat. Wij, wij vinden het natuurlijk vervelend. Omdat we graag een zo gauw mogelijk. Een zo groot mogelijke gemeenschap gaan vormen. Aan de andere kant moet je voor die mensen op zich ook respecteren. dat ze de keuze gemaakt hebben. Ja, maar dat al al ik halen ze dat... het in Groningen. vind ik ook prima. Even bij wijze van spreken. Nee, maar ik vind het nou juist zo jammer. dat mensen in die anonimiteit willen blijven. Want dan denk ik. het kan mij gebeuren. het kan ieder ander gebeuren. Ja. Dat wil niet zeggen wat ik al zei. Je neemt je niet voor. dat ga ik doen. Ik denk echt dat er heel veel. Oorzaken, wat zijn allemaal oorzaken? Verlies van werk denk ik, zou een oorzaak kunnen zijn? Verlies van werk, uh, slechte relatie thuis, slechte relatie in het huwelijk, uh, zakelijk, uh, gebrek aan succes, zakelijk... Nou misschien ook wel uh, juist heel veel succes, of veel de zakelijke succes. borreltjes ja. en, de, en de dinertjes. Uh, allerlei omstandigheden die, laten we zeggen, de emoties van de mens opeens raken, dat is de oorzaak van dat het, het vaak fout gaat. Ja. En de spanning in onze maatschappij, en dat zie je natuurlijk in onze maatschappij, dat er ontzettend veel ook gezinnen zijn met twee hardwerkende ouders. Geen aandacht voor, voor de kinderen en dan is alcohol vaak in het weekend te de demper van alle ellende. Dat, dat, dat is zo. Het onderdrukken van de gevoelens. Het onderdrukken van de gevoelens, voort, voort, voort. En dat die gevoelens daarna weer even hevig terugkomen, misschien wel heviger. Ja, dat is dan de volgende ochtend weer een nieuw probleem natuurlijk. Ja. En als je echt verslaafd bent, dan ga je dat gewoon weer de volgende ochtend snel onderdrukken. Ja. Oh, dan begin je gelijk weer. Ja, als het ja. de situatie het toelaat wel. Ja, ik, dat is even negatief. Maar nee, maar ik kan me komt het steeds. toen ik ooit, zoveel jaar terug op kantoor zat. weet ik dat mijn, mijn chef destijds. Die had een flesje. Een in laadje. Een flesje een la met een ja, laadje. laadje. Ja, echt waar. Ja, ja. Echt waar. En dat vond iedereen goed. Tenminste. Nee, ik dacht dat hij het wel ge geheim hield. Maar ik was zijn secretaresse. Dus ja, dan kom je nog wel eens in een laadje waar je misschien. waar anderen niet komen, denk ik. Ja. Heeft die man het volgehouden? Of weet je het niet? Nee, dat weet ik niet. Oh, okay. Nou weet ik ook dat er, uh, wat ik ook begrepen heb, is dat er tegenwoordig toch ook heel veel ouderen Dat ouderen een grote doelgroep zijn waarbij het alcoholgebruik uit de hand loopt. Juist als je, juist als je tot je 65-jarige leeftijd, of tegenwoordig 66, 67, op volle snelheid in die maatschappij meegedraaid hebt en gestreefd hebt naar succes, en dan is het opeens over. Dan zie je het aanzien is ook weg, hè? aanzien is weg. Je ziet je collega's niet meer, want dan ben je totaal buiten beeld. En dan is er bij veel mensen sprake van een enorme leegte. Hoe ga ik die leegte vullen? Ja, je kunt natuurlijk niet steeds naar de gordijnen blijven kijken, dus dan is het al een, gauw. Is een slokje, slokje, slokje. Ja, nee, maar en ik dacht als ook als... bijvoorbeeld de eenzaamheid, hè? Dat hoor je ook heel veel, dat er zijn veel eenzame ouderen. En stel nou, ik woon ook alleen, gelukkig niet eenzaam. Maar stel nou dat ik s morgens om tien uur denk, het is pas tien uur. Wauw, tot vanavond elf uur, dat is nog een heel eind. Neem een glaasje bij de koffie. Ik doe maar. Dat kan. Ja, nee, en dan eh, wordt dat ene glaasje, dat wordt misschien om één uur. Dan is dat is best lekker. Laat als bij je, mijn boterham nog een glaasje nemen. Ja, als, je, als je zover bent dat je dus niet meer zonder kunt. Als je normaal, collect, correct, sociaal kunt drinken. Zoals de meeste mensen in Nederland nog steeds kunnen. Dan is dat geen probleem. Dan zeg je, ik neem vanmiddag om vier uur een glaasje wijn. En om acht uur weer een glaasje wijn. Als ik morgen geen trek heb, dan doe ik het niet. Maar alcoholverslaafden, die heeft die keus niet meer. Nee, Maar wanneer weet je nou, stel nou dat iemand elke dag drie whiskies drinkt. Die neemt er één voor het eten en s'avonds nog twee. Ja. En die vindt zichzelf helemaal niet verslaafd, want nee. daar blijft het bij. Nee. Wanneer word je nou verslaafd genoemd dan? Als willen moeten wordt. Als, zeg wille, dat nog eens? als willen drinken moeten drinken wordt. Dus oh. als willen moet. Het is heel eenvoudig, fantastisch, zulke een stapels boeken over geschreven. De essentie is, als willen moeten wordt, dan ben je de klos. Ja, dat, dat wil mooi, zeggen hè? dat je de volgende dag niet zonder die drie glazen kunt. Want dat zit in je systeem en je lichaam gaat daar naar vragen. Maar ja, blijft het dan bij die drie? Want dan denk die ik, als het bij die drie dan blijft, dan ben je dus. Dan is... Ben je dan verslaafd? Goed, go 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 dus aan tekens, Maar als je dan niet zonder die drie kunt, dan heb je ook een probleem. Dat klopt, dan ben je verslaafd. Dan ben je dus toch verslaafd. Dan ben je verslaafd, ja. 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 Eén iemand bij jullie binnen de groep die heeft zijn verhaal willen vertellen, die dronk te veel. Had zelf een aantal keren geprobeerd te stoppen, maar kon het goed verbergen. Maar die is uit zichzelf naar jullie toegekomen en die was dus heel gemotiveerd. Worden dat dan bij voorbaat de succesverhalen? Of kan zo iemand net zo goed nog weer? Een ja. ja, altijd, iedereen kan altijd terugvallen. Ja. En waarom? Zonder, zonder een werkelijke reden ook. Van dat alcoholisme, dat is niet te genezen, dat zit in je systeem, letterlijk en verhuurlijk zit dat in je systeem. Dat raak je nooit, die zucht raak je nooit van je leven meer kwijt. Wat we doen in groepsverband is proberen om elkaar te helpen op het moment dat die zucht boven water... Wat plant. is die... Kunt u, dat, kunt u uitleggen? Wat, is die, wat gebeurt er dan in je lichaam Even. dat dat lichaam zegt van nou moet ik die... Moet nou ik. Moet ik. Als ik die... Ik niet. Maar als men die alcoholreclame ziet, als men ziet dat andere mensen gezellig een glas wijn inschenken... Als men ziet voorbij een café loopt waar je altijd het stamgast was, en je loopt voorbij dat terras en iedereen zit gezellig te kantelen en jij moet doorlopen, dan krijg je op dat moment. Oh, wacht even, dat zou ik toch wel heel graag willen. Ja, dat is heel vervelend. En dat als, je moment, als je dat moment aanziet komen, dan weet je dat je je om moet rijden, je loopt door of je loopt weg. Als je dat moment niet aanziet komen, en dat is toch wel een kwestie van trainen en heel veel gesprekken voeren, dan leer je dat je dat moet kunnen hanteren. En dan is het dus ook niet zo, iemand die er al redelijk van af is, niet, van mij part helemaal van af is, die neemt één glas en ze zeggen altijd dat ene glas, dat lukt niet. Daar kunnen ze het niet bij houden, dan wordt dat ene glas, worden er gelijk toch meer. Is dat ook zo? Altijd. Altijd? Altijd, en ik... Dat is toch ook hartstikke verdrietig? Dat is ook dat is doodverdriet en daarom doen wij het niet. Nee, ik, ik weet, ik weet nou, ik heb nooit ervaren, ik heb het nooit gedaan, omdat ik het, het, het risico acht ik veel te groot in. Als ik nu een glas zou drinken, dan zou ik waarschijnlijk morgen weer... En dat geldt niet alleen voor de zwaardere alcoholsoorten, dat geldt allemaal, ook voor een biertje, dat, geldt, maakt, dat het niet, maakt niet uit? Maakt niet uit, maakt niet uit. Of je nou de, de zes glazen bier per dag drinkt, of twee borrels, of zes glazen wijn, of twee witte... Niet de sterkte maakt, maakt dus uit? Maakt niet uit, maakt niet uit. Oh. Het niet zonder kunnen, van de kick, van de push. Ja, dingen verdringen misschien ook wel. Heel, heel vaak. Nou, laat ik het anders zeggen, zorgen dat je kunt gaan slapen. Laten we dat eens even nemen. Dus ja, maar ik, ik je hebt altijd... een dag vol zorgen. Je komt thuis, je zegt. Nou, nee, lekker, och, lekker, een paar glazen whisky, dan kan ik lekker slapen. De, ja, maar dus dan slapen ze, heb ik begrepen, op alcohol. Ze slapen niet omdat ze slapen, ze slapen nee, op de alcohol. op alcohol, maar anders zouden ze niet in slaap komen van de zorgen. Nee, maar dan dus, dus met die alcohol worden ze na twee, uur, drie uur wakker. Dus je moet een demper hebben en dan, na twee, drie uur wakker, ja, dan moet je het anders oplossen. Of je neemt thee, of je gaat weer verder, dat kan natuurlijk ook. Maar dat is, dat is. Hè, dus de behoefte om te slapen. Om, rust in je hoofd. Rust in, Vergeten. Rust in je hoofd. Ik moet even van dat probleem af. Wat ik overigens morgenochtend weer tegenkom als ik naar het kantoor he? moet. Dat, ja? dat, dat, is dus dat ga laat. ik nu even wegwerken. En dan ben ik misschien morgenochtend zover dat ik zeg ik kan er tegen. Meestal is dat niet zo. En, dat is wel heel en dan raar. nemen ze weer eerst een glaasje om daar weer tegen te kunnen. Ja. ja. Ik kan het me eigenlijk wel voorstellen ook. Ja, ja, ik kan het me voorstellen. Ja. Ja. Het is lijkt <coughs> me ook een hele grote, gro hele grote stap als je in een groep terechtkomt. Want dan niet alleen voor de herkenning, maar dan moet je dus echt met de billen bloot. Dan moet je dus echt. De eerste keer althans, dan, dat lijkt me een enorme drempel. Hoe wordt zo'n ja, eerste keer iemand. Uh, ik, ik je moet nee, maar zo'n zaal, ik weet niet waar jullie zitten, je moet maar zo'n zaal of zo'n ruimte binnenstappen. Nou, dat gaat iets anders, uh, Rietje. Wij de, ik heb altijd een voorgesprek. Iemand, niemand komt zomaar okay. binnen. We hebben altijd een okay. voorgesprek en als iemand dat voorgesprek niet wil, dan komt hij er niet in. Okay. Altijd een voorgesprek. In dat voorgesprek. Ik ben zelf nu 14 jaar lid van de werkgroep in Dordrecht. Dat is een grote groep, tussen de 20 en 25 mensen. Het gaat fantastisch goed. Iedereen die nieuw binnenkomt, eerst in de kamer, eerst een gesprek. Die dat niet wil, is niet welkom. Okay. Helder, klaar, duidelijk. Ook om een hele praktische reden. Het zou natuurlijk best wel eens zo kunnen zijn dat iemand toch nog gedronken heeft op het moment dat hij naar ons toe komt. Dat hij dat aangeschoten binnenkomt. En ik dan op dat moment denkt: van en nou, nee, ga ik kan dat toe? Nee, laten we zeggen, het feit dat iemand aangeschoten binnenkomt. kan ik in de rest van. Voor de, kunnen wij voor de rest van de groep. Het is uitgesloten, dat mag niet. Dus die komt er niet in. En dat merk ik in het voorgesprek dat iemand gedronken heeft. Ze gaan we naar huis, komt volgende week terug. Denk er goed over na. Zo is het. Dus we hebben altijd een voorgesprek. En in dat voorgesprek maak ik ook wel eens mee dat ik zeg: ja. U moet, het hier, u, u, moet, u moet dit niet doen bij ons, want dat gaat niet werken. Niet, niet zo direct een praktisch voorbeeld, maar dat komt ook wel eens voor. Aan de andere kant is het, dat ik even mag hebben, ontzettend. Als je jarenlang een alcoholprobleem hebt gehad en nog hebt, en dan is het heel plezierig om tegen iemand te kunnen zeggen, vooraf telefonisch of in die groep: ik heb een probleem. Waarom? Omdat degene die op dat moment naar je luistert, hetzelfde probleem volledig herkent. Is dat altijd zo? Mensen die werkzaam zijn als vrijwilliger bij die AA, die hebben allemaal zelf een probleem gehad. Is dat een voorwaarde om daarin te kunnen draaien? Dat is, is geen voorwaarde, maar dat is, dat, is dat is de praktijk. Dat is de praktijk. Dat is de praktijk. Ja, maar ik vroeg me ook af: hebben jullie bijvoorbeeld een arts die aan zo'n AA-groep verbonden is, die af en toe eens komt vertellen van: weet je wel wat het met je lichaam doet, wat het met je lever, met je hersens, wat het allemaal doet met je lijf? Nee, dat hebben we niet. Nee. Nee. Nee, nee. nee maar het is. Het is, het is even een verder verhaal. Op het moment dat ik besloot om de telefoon te pakken en hulp te vragen aan de AA-groep, en ik kreeg een mevrouw aan de telefoon, die zei, ik begrijp helemaal waar het over hebt. Okay. En dat vond ik helemaal fantastisch. Mijn vrouw begreep het niet, mijn kinderen begrepen het niet, mijn omgeving begreep het ook niet. ze konden niet naar binnen kijken. En die mevrouw die zei, ik begrijp het helemaal waar het over hebt. Volgende week, maandag aan het kwart. Nee, maar ik kan ook. Yeah. Een van mijn vragen is ook bijvoorbeeld: is er tijdens die behandeling. of die samenkomst die u hebben. ook een keer een avond waarbij partners en kinderen uitgenodigd worden? Want het is al wat u zegt. Uw vrouw, uw kinderen begrepen het niet. En dan denk ik: ja, hoe moeten ze nou toch in hemelsnaam begrijpen? We hebben een leuk huwelijk. We hebben prachtige kinderen. Waarom moet je dan die alcohol hebben? We ja. wonen leuk. Ik ga niet mijn hele levensverhaal vertellen. maar er markeert altijd wel wat. Nee, maar de, 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 het dat... mankeert altijd wel iets, want anders is het niet aan de orde. Het mankeert altijd wel iets en het hoeft niet per se dat huwelijk te zijn. Ik weet, ik heb door zelfonderzoek, ben ik erachter gekomen waarom ik ben gaan drinken. Ik heb dat zelf onderzocht nadat ik twee, drie jaar bij de H kwam. Heb ik zelf onderzoek gedaan en ik heb, de oorzaak is van mij duidelijk. Als je de oorzaak weet, dan ben je een heel eind op weg. Ja, want dan kun je aan de oorzaak gaan werken. Ja, en de oorzaak die lag achter mij. Dus die had, dat, dat heb ik weggewerkt. Nee, maar dat, omdat u zegt van. Mijn vrouw en kinderen begrepen niet. Dan denk ik ja. Nee, nee, die nee, denken, redeneren. Nee, nee, dat net als ik neem ze helemaal niet kwalijk hoor. Nee, maar die redeneren niet. waarschijnlijk net als ik. Van, van Jan, wat heb je nou te zeuren? Moet je nou eens kijken? Ja. ja, ja de, de feitelijkheid in het leven is vaak <laughs> anders. En dat weet je zelf ook, denk ik. Ja. Maar dat, dus, dat, laten we zeggen. Dan, dan heb je iemand aan de telefoon die zegt. Kom maar op, ik begrijp wat je wil. Ik begrijp je probleem. En kom het maar vertellen tegen ons, want wij begrijpen het allemaal. Ja, en dat en wat, is heel wat, fijn. Dat is heel nee, want ook al, omdat ik begrepen heb dat wat binnen jullie groep besproken wordt, dat blijft binnen de groep. Volstrekt. Gaat nooit naar buiten. Dat gaat nooit naar buiten? Nebber. Nee. En ik weet ook niet de achternamen van al die mensen, die interesseren me ook niet. Ik heb soms een mobiel telefoonnummer en, en dat is ook genoeg. Maar altijd gaat nooit iets naar buiten. Nee, en dat, dat is een, heel veilig. Dat is een essentiële voorwaarde. Anders kan iemand die bij ons in de groep komt kan niet vertellen waar zijn problemen liggen. Nee, dan als als hij het... niet zeker weet dat het ook in die groep blijft, kan hij ook niet open een probleem op tafel ja, maar daarom leggen. daarom denk ik dat het ontzettend fijn is, en daarom wil ik het ook benadrukken: dat echt be wat binnen de groep besproken wordt, blijft binnen de groep. Wij is er horen, tijdens wij... de week ja. onderling contact om elkaar nog te bemoedigen? Stel nou iemand die net bij jullie is, waarvan u weet van die eerste week, die man die zal het verdomde moeilijk hebben, of die vrouw, die mag mij of bellen. dat jong. Die, wat, zeggen jullie dan van op het moment dat je de behoefte voelt om dat glas te pakken, bel me. Ja. Dag en nacht bel. Die belt mij. Ja. Ja. En dat doen ze ook? Niet veel. Nee. Nee. Dat, dat die, die, die zucht waarschijnlijk te groot uh, nee, dat, dat, dat is? Nee, dat is vrij weinig aan, aan de orde. Het is wel zo dat ik even los van de groep met een aantal mensen, ook wat ik net zei, de een-op-een -een gesprekken heb. En je hebt binnen de AA heb je het systeem van sponsoring. Dus uh, zeg maar, er komt een nieuweling in, in de groep. En iemand uit de groep die gaat die persoon. Als het ware een beetje coveren en die hebben dan wel persoonlijk contact. Een beetje coachen. Een beetje coachen en die is dan de hele week voor die persoon bereikbaar. Oh, dat is mooi. Wij doen dat om een aantal redenen niet, maar ik ben altijd bereikbaar. Als ik op vakantie ben, dan hou ik het gesprek ook. Tenzij het me even niet uitkomt. Maar ik ben wel te vinden. Stel nou iemand die regelmatig drie, vier maanden misschien, misschien wel een half jaar, elke week bij jullie komt en dan ineens... Die avond is die er niet, die is een week bijeenkomst en de week daarna is die er ook niet. Gaan jullie dan na om te controleren? hé hey joh, waar ben je? Waar ben je? Ja. Is het fout gegaan? Ja. Zit je dik in de put. Vertel het maar. En als je het niet wil vertellen, is ook jammer, dan gaan we je niet meer zien, maar vertel het maar. Kom maar. Nee, maar over andere dingen. Mijn ja. vader zei bijvoorbeeld vroeger als er iets niet gelukt was met ons, met een van de kinderen met een examen of wat dan ook, dan zei mijn vader van niet het vallen is falen, maar het weigeren op te staan. En ik denk dat dat voor jullie ook geldt. Niet het feit dat je weer de fout in bent gegaan is verkeerd, maar erin blijven hangen en niet opnieuw proberen. Dat moet je niet doen. Dan moet je gaan weer gewoon, dan kom je terug en dan ga je gewoon aan de eerste stap beginnen. Dan ga je terug aan de eerste, eerste stap. stap van die twaalf stappen. We doen iedere avond de stap en dat zijn twaalf stappen, dus twaalf avonden. Dan begin je weer overnieuw. En ik zit nu veertien jaar bij die club en ik heb toevallig de vierde druk van dit boekje gisteravond zitten doorlezen. Het concept. En dan zit ik een half uur te lezen en denk ik, ik kom weer dingen tegen die ik nog nooit gezien heb. Maar het blijkt is dus, het is dus voor u zelf ook nog een houvast altijd. Ik, ik kan niet anders. Nee. Ik heb geen keus. Ja, dat klinkt wel vreselijk dramatisch, maar ik heb geen keus. Als ik niet ga. Ik ben wel eens een keer zes maanden... Nee, maar, maar u bent natuurlijk ook verantwoordelijk. U weet natuurlijk, die anderen die verwachten mij. Ja, wij zijn, laten we zeggen, de hele leiding van de groep, dat doen we in doordag, doen we met z'n vijf, met z'n zessen. Dus er is altijd iemand en... Je hebt goede heel veel hier. Is dat niet zo? Is het dan ook het idee wel. van ik wil niet afgaan binnen die groep? Ik wil niet afgaan? Ja? Nooit. Dat, ik, dat, ik dat, doet het, dat is het niet? Ik, ik, ik stel mij kwetsbaar op. Ja. En als een ander het beter kan. Ja, maar ja, ik heb u er straks al gezegd. U ja. zou eens moeten weten. Ik denk dat het feit dat u hier gaat vertellen over het probleem. dat dat zoveel mensen goed doet in plaats van erover te lezen. Iemand die er echt zit. Die het uit ervaring vertelt, is natuurlijk iets heel anders dan ja, erover leven. Ja, ja. Ik zou het wel heel fijn vinden, inderdaad, we zijn nu met z'n zessen, als we een ploegje hadden van zeg maar 12 tot 15 mensen. Dat zou ik ontzettend fijn vinden. En als die ploeg doorgroeit, vind ik het ook prima, dan gaan we z'n tweeën doen. Want bij die 50.000 of 51.000 zijn er vast meer dan die zes die er nu komen. Dat weet ik vrijwel ja, zeker. Ik, ik, vrij ik denk zeker. dat het de schaamte binnen zo'n ja. toch nog ja. steeds gesloten gemeente... Ja. Ik weet hier van de cameraman die daar staat en die daar staat. Ik geloof dat iedereen al tot eiland kent. Het is ongelooflijk. Er hoeft een gast binnen te komen. Oh, die ken ik. Oh, die ken ik. Ik denk, ik denk dat dat ook meespeelt. Ja. En daarvoor is de locatie die wij dus op dit moment hebben, dat is in het, in het rondeel en is dus Buiten dat is, oude, zien je niet binnengaan. Het oude gemeentehuis. En met name Swinters is het donker. Dus dan kan iedereen stiekem naartoe. Sluit, nee, maar het ligt het ook redelijk spreken. afgelegen. Ja, dus daar zie je het. Ja, daar ben, ben ik ontzettend blij mee. Ja, want als je ja, in de da, da, Doetegamse straat zou zien. Degene die in de huiskamer zitten, die zien gewoon wie de Toetegamse straat binnenloopt, bijvoorbeeld. Ja. Dat heb je daar natuurlijk niet. De nee, discussie ik gaat weet, ook over andere locaties. En ik vind dit verder. Ja, ik fijn. kan me alles weer voorstellen. Iemand die langdurig niet drinkt, jaren niet gedronken heeft, kan toch een terugval krijgen. Ja. Hoe komt. Is dat dan dat er zich opnieuw problemen voordoen? Of is dat ineens die zucht die in je lichaam toch weer opspeelt? Wat is dat nou? Opeens een nieuwe emotie, vaak, die oncontroleerbaar is op, op dat moment, omdat dat alcoholgebruik zit. Hoe goed je ook vecht en hoe goed het ook gaat. We hebben in onze groep in Dordrecht iemand gehad die was elf jaar droog. En die man die wordt op een ochtend. Het was echt droog. Echt goed. Go Goeie man, prima. En wordt op een ochtend wakker. Stapt in zijn auto. rijdt naar de Pas van de Heide of Dirk. Koopt ja, die gaat alcohol kopen. Koopt twee flessen vodka. Gaat naar huis. Drinkt ze op. En is na drie dagen dood. Tjonge, jongen, ja. Nee, maar ik denk dat nee, we aan de schaal. Maar we moeten voor, afronden. Want ik voor heb die een tijd hebben wij die man had. nog gesproken. En hij heeft gezegd. Ik, heb, ik weet helemaal niet dat ik het gedaan heb. Nee. Het zat gewoon zo in mijn systeem. Nee, maar ik denk ook de schaamte achteraf, als het toch weer niet gelukt is. Maar goed, blijft u zitten. Hartelijk ja. dank voor uw komst. Graag heel veel succes met groep hier. Ik ga afsluiten. Mag ik heel eventjes uh, nou? de, gemeente, de gemeente bedanken voor de locatie? Dat wou ik okay, graag nou even uitgesproken hebben. Heel goed. Medewerking prima. Dat was het dan weer voor deze week. En volgende week ben ik terug met een ander onderwerp en andere gasten. En als u thuis nu denkt: ik heb een activiteit, een hobby of een onderwerp, waarover ik graag eens met haar van gedachten wil wisselen, neem dan contact met ons op. Dat kan, kan via huiskamergo@kpnplanet.nl. Deze uitzending is binnenkort terug te zien via de lokale zenderslogo, maar ook via Ziggo kanaal 36 en KPN kanaal 1371. Daarnaast wordt deze uitzending gezet op onze eigen site en dat is www.huiskamervanflakee.nl en hij is terug te zien via mijn eigen Facebookpagina. Graag tot volgende week. Dag.